alles over de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is Gelderland Stemt. Hartelijk welkom. Fijn dat u kijkt naar Om in de Stemming te Komen. Een nieuw item rondom de verkiezingen die op 21 maart gaan plaatsvinden. En we staan hier op de Groenmarkt in Tiel voor de grote bus van TV Gelderland, hè, Omroep Gelderland, Gelderland Stemt. Want het gaat natuurlijk om stemmen. Het gaat om uw stemming, uw stem, maar ook om de stemming van de politici. Victor Mion naast mij staat hier en jij weet heel veel van stemmingen. Ja. Wat voor stemmingen kunnen er dan allemaal zijn? Ja, zoals hier ook te zien is, er zijn vier soorten stemmingen waarin je zo'n debat kunt voeren. En dat je, kan betekenen dat je in je uitdaging zit en dat je echt gewoon optimaal in dat gesprek zit. Maar er zit ook best wel wat spanning, wat verkramping bij. Dat kan in je voordeel werken, dat kan ook even tegen je werken. Daarnaast kan er wat woede en frustratie ontstaan. We hebben dat in het verleden ook wel bij politici gezien. En daarnaast heb je ook nog afhaken. Dat betekent eigenlijk dat je niet meer in dat gesprek zit. En die stemmingen die kunnen waanzinnig snel wisselen. En het is ontzettend leuk om te zien hoe je iemand volledig tot zijn recht kan laten komen tijdens zo'n debat. Ja, of inderdaad iemand volledig ziet afhaken. Ik herinner me nog een legendarisch moment. Pim Fortuyn en Ad Melkert. En dan zag je meneer Melkert absoluut afhaken. Was dat zo'n moment? Dat is zo'n moment, ja, bijvoorbeeld inderdaad. Weet je, daarvoor was een enorme berg frustratie. En op een gegeven moment had hij zoiets van, nou, ik houd mijn mond wel. En ik ergens erken ik ook wel dat ik op dit moment even beter niks kan zeggen. Ja, dat is een mooi voorbeeld van afhaken. En dat gebeurde toen ook. Wat er vanavond gaat gebeuren, dat gaan we zo meemaken. Ik ga zo de gasten ophalen, want we hebben twee mensen die met ons in debat gaan. En tijdens dat debat kan er van alles gebeuren met die stemmingen van de beide debaters. Daar gaan we naar kijken en op het moment dat het nodig is, gaan we ingrijpen. Slaak op een belletje. Oké. Okay. Eventueel, hè, dat kan. En mijn enige bijdrage daarin is met name om beide mannen in dit geval optimaal tot zijn recht te laten komen. Ja. Prima. Dan ga ik doen als presentator, als debater, zorgen dat beide mannen gelijkwaardig behandeld worden. Ik zou zeggen, ik nodig jullie van harte uit. Treed nader en dan gaan we zo in debat. Alles over de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is Gelderland Stemt. De beide heren zijn aangeschoven. Teus Verduin van Krachtig Tiel. Een nieuwe partij, dit jaar voor het eerst. En links van mij Marcel Melissen, wethouder en lijsttrekker namens de VVD. Heren, zijn jullie er klaar voor? Helemaal. Ik wel. Mooi. Oké, we gaan beginnen met de stelling. En dat is dus de volgende stelling. Wat is de stelling eigenlijk? Het is mooi in Tiel. Het is gewoon mooi in Tiel. Nou, ik denk dat het sowieso Tiel een hele mooie stad is om te wonen. Er is ontzettend veel te beleven. Er is veel te doen. En natuurlijk moet je heel veel dingen nog aanpakken met elkaar. Maar als ik kijk wat we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd met elkaar om deze stad mooi te maken, dan moet ik zeggen dat er veel gebeurd is. We zijn bezig met de Waalkade aan te pakken. Dat is toch iets wat jarenlang in de stijger stond, zeg maar. Daar gaan we nu echt mee beginnen. We hebben zinnen gerealiseerd, het cultuurcentrum, de garage is er gekomen. We hebben besluit genomen om een nieuw zwembad te gaan bouwen. We hebben besloten om met elkaar de scholen te gaan aan te pakken, het RSG en dergelijke. Er is dus heel veel beroering om de stad mooier en beter te maken. Mooier en beter te maken. Teus, hoe denk jij daarover? Ja, we zijn natuurlijk niet voor niks opgestaan. Materiële zaken die meneer Melissen allemaal noemt. Wij denken ook meer aan het sociale. Wij denken aan het veilige, het sociale. We willen Tiel een welvarende stad maken, een moderne stad en vooral een gastvrije stad. En daar gaan wij voor. Ja, maar dat moet allemaal nog gebeuren. Hè? Ik hoor veel toekomstverhalen, maar wat is er tot nu toe gerealiseerd? Want het is nu mooi in Tiel. Dat is de stelling. Nou ja, ik denk dat we even met elkaar eens goed moeten kijken wat er eigenlijk precies gebeurd is. Hè? We hebben natuurlijk de afgelopen jaren best moeilijke jaren gehad als het gaat om het geld. We hebben echt 10,8 miljoen structureel moeten bezuinigen. En ondanks dat zijn we erin geslaagd om allerlei nieuwe dingen met elkaar te realiseren. Dan heb ik het even over de fysieke dingen, maar dan praat ik ook even over de wijkteams jeugd die toch wel met elkaar gerealiseerd zijn. Dat noem ik sociaal. De jeugdzorg, dat is weliswaar een groot aandachtspunt, want we hebben daar een fors tekort op met z'n allen. Maar aan de andere kant is het belangrijk dat we de jeugd die zorg blijven geven die nodig is. En we moeten eigenlijk met elkaar dan wel die slag maken van hoe krijgen we dan die kosten in de hand. Zonder dat je, laten we zeggen, datgene wat belangrijk is, namelijk de zorg voor de jeugd, dat je dat niet ten koste laat gaan van het geld. Ja, wet WMO is erg belangrijk natuurlijk. Is twee jaar geleden, bijna drie jaar geleden, bij de gemeente terechtgekomen van de landelijke overheid. En dat is even moeilijk, dat is moeilijk aanpassen. Wat ik dan jammer vind is vorig jaar dat er een enorm tekort opeens op tafel kwam. En wij zullen dan ook een van de eerste voorstellen doen om de zaken wat korter
bij de hand te houden. Door bijvoorbeeld ieder kwartaal een stukje boekhouding te laten presenteren door de wethouder Financiën. Je vindt eigenlijk dat het te lang heeft gelopen, waardoor je op een gegeven moment op een grote achterstand komt? Ja, precies. Dat is ook zo. En eigenlijk heb ik het vermoeden dat het nu ook met de parkeergarage gebeurt. Er is natuurlijk een begroting gemaakt, maar als ik dan langs rijd en ik zie dat er overdag 40 of 80 auto's in staan, terwijl er 600 in kunnen. Dus dat, dat is ook een enorme kostenpost die gewoon betaald moet worden. En wij hopen daar ook opening in te bieden om daar iets anders mee om te gaan. Hoe gaat de VVD daarmee om? Want inderdaad, dat ligt een kostenpost. Er ligt nog een uitdaging voor die parkeergarage. Nou ja, die garage, dat wist natuurlijk van tevoren dat die meer geld zou kosten als andere parkeervoorzieningen. Dat is geen nieuws. Waar het om gaat is dat we het parkeren hebben verplaatst. En als je kijkt naar de inkomsten van het parkeren, dan zie je die verschuiving van de Waalkade naar de garage gaan. We moeten ook wel in de gaten houden dat op normale dagen de Waalkade ook niet helemaal barsjes vol stond. Dat verschilt echt per dag. Wat je ook ziet is dat op de drukke dagen de garage wel vol staat. Wat we natuurlijk goed moeten zien is dat de mensen moeten wennen dat de garage er is, want de Waalkade zat in het DNA. We moeten zorgen dat de mensen ook zich comfortabel voelen in die garage. We moeten zorgen dat ze weten hoe moet die dan lopen naar de stad. Dat zijn wel uitdagingen die we nog goed moeten doen, waar we hard mee aan het werk zijn. En het is echt zo dat dingen die zulke grote veranderingen zijn, dat mensen daar echt aan moeten wennen. Ja, mensen moeten daar zeker aan wennen, want ik begrijp vanuit de middenstand, horeca, dat er nu toch wel een soort dramatisch verloop is. Als gevolg van, de loop is uit de stad. Ja, dat denk ik wel dat zeker zo is. Kijk, vroeger van de Waalkade ging je door de Waterpoort en kwam je op het plein. En ik weet van een collega van mij dat er 4.000-5.000 bezoekers op zaterdag langskwamen. Dat is echt niet meer het geval. En dat betekent ook die paar winkels die er nog zijn, maar zeker ook de horeca. Ja, die wordt dan gemeden. En dat is gewoon een lastige zaak. Men loopt nu van de parkeergarage via de West-Luiderse straat deze kant op de Groenmarkt op. En de routing is compleet anders geworden. En of je dat nou wel of niet voorzien hebt als gemeente. Maar het feit ligt er wel, ja. Maar daar wordt straks wel aan gewerkt. Hè? Daar gaan we dingen voor aantreffen. Nou ja, kijk, de loopstroomdiscussie was al jaren geleden een issue. Daar is ook uitgebreid over gesproken. Dus het is niet zo dat we niet hadden bedacht dat er iets zou gaan veranderen. Alleen waar we ook met elkaar moeten inzien is dat je een stad niet in een dag verandert. Op het moment dat we zeggen, we gaan die... Er wordt gebeld, Victor. Ja, ik denk jij belt dat het een even. Mooi moment is. Je begint op stoom te komen. En de kunst is ook om jezelf de tijd te gunnen om onder woorden te brengen waar je naartoe wil. Dus dat zeg ik even vooral tegen jou, Marcel. En de kunst voor jou, Theus, is om wat je op het laatst had, die rust te pakken. Maar ook te zoeken naar concrete voorbeelden waardoor je aangeeft wat de toegevoegde waarde van jouw partij zou kunnen zijn. Mm-hmm. Dus dat is mooi om te zien dat je op het moment dat je de rust pakt, en dan kijk ik even naar jou, Marcel. En op het moment dat je in staat bent om op een rustige manier te verwoorden welke kant jij op wil met jullie partij, ja, dat je dan nog beter voor het voetlicht komt. Ik zie dat als het vertrouwen wat in de toekomst gaat komen, wat er is vanuit de VVD, om inderdaad die stad nog verder te begeleiden in die transitie. Ja, dat klopt. Er is wel een zorgpunt, vind ik. Als VVD willen we daar ons zeker hard voor gaan maken. Dat is toch wel het beheer van de openbare ruimte. Ook daar hebben we echt fors op bezuinigd. Dat hebben we gedaan met de gedachte, we hadden geen geld, dus je moest wat. En we hebben het ook gedaan, we hopen dat het niveau hetzelfde blijft. Maar in de praktijk is gebleken dat dat niet zo is. Nou, als dat zo is, dan moet je met elkaar oplossingen gaan zoeken. En wij vinden dus echt dat je goed moet kijken naar hoe hou je die stad schoon. Er is al veel gebeurd in de afgelopen periode. We hebben die stofzuiger aangeschaft, we hebben meer geld erin gestoken. Wij zijn ook als VVD bereid om meer geld in die stad te steken. Maar we vinden ook dat alle palen recht moeten staan, de stenen goed moeten liggen en al dat soort zaken. En daar willen we ons zeker hard voor maken. Kijk eens aan, daar gaat dus echt wel wat gebeuren. Ja, dat is mooi. Ik heb de heer Melis ook al bedankt op Facebook over de grote stofzuiger die door het... door de binnenstad rijdt. Ik zie daar echt een hele andere oplossing voor. Ik vind namelijk dat we vrij al ons vuil, welk type vuil dan ook, vrij moeten kunnen dumpen. Dat betekent dat er en in de binnenstad diverse plaatsen, maar ook in de wijk op diverse plaatsen, kleine milieustraten moeten komen. Iedereen gewoon vrij alles kan storten. Eigenlijk terug naar het verleden van een paar jaar terug. Dat we gewoon een belasting moeten betalen als gezin. Afhankelijk van de gezinssamenstelling is daar een bepaald bedrag voor.
En wat je dan ziet, is dat mensen geen vuil meer op straat zetten, omdat ze het gewoon vrij kwijt kunnen. Voorbeelden zijn Leerdam en in Gorinchem, daar hebben ze datzelfde systeem. Een paar milieustraten en de stad is gewoon een stuk schoner. Dus ik denk eigenlijk dat dit meer symptoombestrijding is wat hier in Tiel plaatsvindt, als dat er echt een definitieve oplossing komt. Oké. Okay. Heren, we zijn een beetje aan het eind van de tijd. En dan komt er toch nog een mooie kwinkslag. Jazeker, een nabrander. Teus krijgt absoluut ook nog de nabrander. Nou ja, de VVD is namelijk exact voor hetzelfde voor het nascheiden. Want wij vinden echt dat die scheiding van het afval, die plastic zakken, die door de hele stad heen vliegen, zeg maar, dat dat een belangrijke oorzaak is van het zwerfvuil. En ook het betalen per zak draagt eraan bij. Mensen zoeken allerlei manieren om het vuil daar te brengen, daar waar het niet hoort te zijn. Dus we zijn het volledig met elkaar eens. Wij gaan daar ook voor. Geweldig. En op deze manier wordt hier een debat afgesloten. Hoe is de stemming op dit moment, denk je? Ja, ik denk dat het een ontzettend goed debat was, waarbij wel in ieder geval duidelijk over het voetlicht werd gebracht wat de gedachten zijn over hoe de partij met die onderwerpen omgaat. Ja. Wat mij betreft, jullie hebben ook echt gewerkt met de momenten die gebruikt zijn om inderdaad die rust meer naar voren te brengen. Dank jullie wel voor dit moment, voor dit debat. Er zullen er nog vele volgen en op 21 maart, ja, dan zullen we uiteraard, dan gaan wij als stem al bepalen welke partij hier in Tiel de grootste wordt. Heren, dank u wel voor dit moment. Victor, bedankt. En graag tot de volgende keer. Alles over de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is Gelderland Stemt.